Welkom op de pre-levertransplantatiepoli van het Erasmus MC. Je wordt naar onze poli verwezen als je een ernstige leverziekte hebt en mogelijk in aanmerking komt voor een levertransplantatie. Bij binnenkomst meld je je aan met je paspoort of ID-kaart. Je krijgt direct een afsprakenticket met de locatie en tijd van alle afspraken van de dag. Deze ticket gebruik je om je bij de aanmeldzuil in de poli aan te melden. Wat kun je verwachten tijdens jouw eerste bezoek aan onze poli? De arts komt je uit de wachtkamer ophalen. Na een korte kennismaking stelt de arts je vragen over je leverziekte en je verdere gezondheid. Tijdens dit gesprek krijg je uitgebreide informatie over levertransplantatie. Wat is het? Hoe loopt het traject er naartoe? Wat zijn de risico's en de uitkomsten? Na het bezoek aan de arts word je gezien door de transplantatieverpleegkundige. Die geeft je uitleg over de logistiek van screening en transplantatie, de screeningsonderzoeken en de bereikbaarheid van het transplantatieteam. Hier ontvang je je persoonlijke zorggids. Daarna bezoek je de verpleegkundige van het levende donatieprogramma. Zij lichten je voor over de optie van levende donorlevertransplantatie en geven uitleg over hoe je dit bespreekbaar kunt maken bij je omgeving. Ten slotte moet je nog even bloed prikken, zodat we de huidige staat van je lever kunnen zien. Na het bloed prikken kun je weer naar huis. De vervolgafspraken krijg je toegestuurd.